Hartelijk welkom in Albanië. Of zoals de Albanezen zelf zeggen, in Shqipëria, het land van de adelaar. In een land dat wel het laatste geheim van Europa genoemd wordt. In het enige land ter wereld waar meer mensen in het buitenland wonen dan in het land zelf. In een land waarin in de hoofdstad Tirana, zichtbaar op de foto, meer dan 1/3 van het totaal aantal inwoners woont. In een land waar nog zoveel onbereikt zijn met de boodschap van Gods genade. Vandaag is het 18 juni. Over een maand zijn de zomervakanties begonnen. Ik kan me voorstellen dat een jongen of een meisje in de zaal denkt: naar dit huis zou ik best willen, op vakantie. Een mooi, groot huis met een mooie tuin. Dit is een huis in onze wijk in Durrës, een stad aan de kust van Albanië. Maar hoe komt dit huis over als je van wat meer afstand kijkt? Als zichtbaar wordt dat grote delen van de omgeving volstaan met metershoog onkruid, waar mensen hun afval maar zo tussen gooien. Of als duidelijk wordt dat deze sloot pal voor de ingangspoort ligt. Zou het nog steeds een fijne vakantiebestemming kunnen zijn? Pal tegenover het huis ligt de plek waar het afval verzameld wordt. Iedere dag weer stapelt het afval zich op. En zeker in de zomer is de stank soms hevig. Ik kan me zomaar voorstellen dat dezelfde jongen, hetzelfde meisje van daarnet nu denkt: nou, misschien toch een ander vakantiehuis. Hoe komt dat? Ja, die eerste foto die leek wel zo mooi, maar rondom dat huis bleek een hele grote berg troep te liggen. Toen we meer zagen, was het toch niet wat het leek. Het is niet wat het lijkt. Dat heb ik de afgelopen 2 jaar in Albanië vaak gedacht. Een thema dat in deze presentatie terug zal komen. Albanië kent een heel lange geschiedenis. Overal in het land vind je nog resten van oude steden. Gebouwen die vaak nog behoorlijk intact zijn. Stadsmuren of overblijfselen van ver voor de geboorte van de Heere Jezus zijn geen uitzondering. Zoals dit Griekse amfitheater uit de 3e eeuw voor Christus in Butrint. Naast cultuur heeft Albanië ook een prachtig landschap. Het grootste deel van het land kent bergen, bestaat uit bergen. Bepaalde dalen diep in Albanië zijn soms tijdenlang onbereikbaar door de grote hoeveelheid sneeuw die er valt. Door toeristen nog onontdekt en misschien daardoor wel zo ongerept. Maar het zijn niet alleen de mooie bergen, het is niet alleen de mooie cultuur. Albanië is ook bekend vanwege haar mooie kuststrook. Hagelwitte stranden, kristalhelder water. Overal krijg je het te zien. In de buurlanden en in Oost-Europa begint het bekendheid te krijgen. En de stroom vakantiegangers naar Albanië is een belangrijke inkomstenbron. Maar het is niet wat het lijkt. Want van al dit mooie ziet een gemiddelde Albanees doorgaans maar weinig. Die ziet veel vaker die bedelaar op de hoek van de straat. Of die zo tussen de auto's doorloopt in de file. Of die ziet iedere dag weer in onze wijk die mensen zoals deze mannen de vuilnisbakken doorzoeken naar plastic, naar oude schoenen en alles wat nog een beetje waarde heeft. Soms zelfs eten. Iedere keer weer een aangrijpend beeld. Soms staan de straathonden bij dezelfde vuilnishoop als de mensen. Dit is een echtpaar uit onze wijk. Hij heeft zo'n mooie naam. Shpëtim. Redding. Zaligheid betekent het.
Maar Sputiem en zijn vrouw moeten nog zo weinig van het evangelie hebben. Steeds als ik erheen ga, ga ik biddend. Biddend om een opening. Een paar woorden over de noodzakelijkheid van vergeving van onze zonden kan ik soms met hen delen. En ja, altijd mag ik met hen bidden. Zelfs voor hun zaligheid. Maar meer niet. De weerstand zit te diep. Er is meer te vertellen over Sputiem en zijn vrouw. Het is niet wat het lijkt. Die zin komt steeds terug als je bij dit echtpaar bent. Albanië is berucht om haar communistische verleden, de dictatuur, tot 1991. En Sputiem en zijn vrouw laten in gesprekken precies de twee geluiden horen die ik van zoveel Albanese hoor. De een negatief, de ander positief. Sputiem is negatief. Onvrijheid. Kampen. Gevangenissen. Vreselijk. Maar zijn vrouw ziet het heel anders. Orde. Regelmaat. Er was werk. Er was gezondheidszorg. Iedereen had eten. Wat moet ik nu geloven? Of zou van beide visies iets waar zijn? Misschien is het ook wel makkelijk oordelen als je niet rond hoeft te komen van 15.000 lek per maand, 120 euro, zoals dit echtpaar en vele andere ouderen in onze wijk. Albanië kent veel godsdiensten in vrede naast elkaar. De islam is het grootste. Daarna komen de Bektashi, een soort mengelvorm tussen heidendom en islam. Met enkele collega's in Albanese bezocht ik een heiligdom van hen. Op een hoge berg, de Tomor. Net iets onder het heiligdom op de top troffen we deze helling aan. Op het gruis en op het gesteente liggen overal resten van dieren. Kort geleden waren hier de grote offerfeesten geweest. Op de hoogten. Net als in het Oude Testament. Heidendom. Zeer aangrijpend. Al die duizenden, ja zelfs honderdduizenden, die ieder jaar weer de pelgrimstocht ondernemen naar de top voor het offer. Ze weten niet van het bloed dat is gestort tot verzoening van de grootste zondaar. Ze weten niet van dat ene lam dat zich gewillig liet slachten tot een volkomen verlossing. Is er in Albanië dan niets bekend van het evangelie? Na de val van het communisme zijn veel zendingswerkers Albanië binnengekomen. In totaal zijn er nu zo'n 12.000 leden van protestantse gemeenten, evangelische gemeenten en pinkstergemeenten. Veelal gemeentes die wat verder van ons afstaan. Soms levert dit echter ook verrassende ontmoetingen op. Zoals met Jetmir, een loodgieter uit Doeris. Ik ontmoet hem veel vanwege de vele problemen met de watervoorziening van ons huis. Hij is bezoeker van zo'n evangelische gemeente. Afstand zou je misschien verwachten. En dacht ik misschien ook wel. Maar het is anders dan het lijkt. Ik vroeg hem hoe hij het evangelie had leren kennen en zijn antwoord raakte mij. Hij vertelde dat hij als moslim op de middelbare school in aanraking was gekomen met een christelijke jongen. Die had zijn vertrouwen gewonnen en gaf hem toen een Bijbel en vroeg hem ernstig te overwegen wat daarin geschreven was. En toen, zo vertelt Jetmir, liet de Heere mij eerst zien wat zonde is en dat ik zondaar ben. Daarna liet hij mij zien dat al mijn pogingen tot zelfverbetering op niets uitliepen. Ja, dat al mijn gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. En toen ik niets meer had, was Jezus daar. En zag ik dat genade vrij was. En mocht ik hem omhelzen. Wat een indrukwekkend getuigenis.
Misschien vraagt iemand zich inmiddels af, maar hoe zit het dan met het werk van ZGG in Albanië? Na 30 jaar zou daar toch iets zichtbaar van moeten zijn. Dit is een foto van een kerkdienst in ons kerkgebouw. Het is een gezamenlijke dienst met de twee reformatorische gemeenten uit Durres en Tirana, die allebei de kinderdoop erkennen. Met beiden werken wij goed samen. Veel mensen, denkt iemand misschien. En dat is waar. Maar dit zijn van dit type kerken wel alle bezoekers op ruim 1 miljoen inwoners. Het is niet wat het lijkt. En onze gemeente in Durres is maximaal 1/3 van wat je hier ziet. En daarvan zijn er maar 2 beleidende leden. En daarbij, er komt zoveel op het werk af. Ik denk aan die kinderen. Jaren kwamen ze op de club. Het woord leek een plaats te hebben bij ze. En ineens, ze komen niet meer. Of die vrouw. Het woord raakte haar zichtbaar. Anderen nam ze mee naar de kerk. Ineens verbood haar man haar om nog langer te komen. Ik heb haar al ruim een half jaar niet meer gezien. Of een van mijn belijdeniskattegezanten. 3 weken geleden zat ze naast me. Ze las zoals altijd de Bijbel vanaf haar telefoon. Wat blijkt? Ze woont in 1 huis met haar broer. En het is beter voor haar dat zij geen Bijbel in huis heeft. Valt het werk dan zo tegen? Laten we tellen zoals de goede herder zelf telt. 1 voor 1. Elk schaap is er 1. Een getuigenis van het wonder van genade. Misschien gaat het in onze ogen langzaam, moeizaam. Maar er is er 1 die voor het werk in Albanië instaat. En alle schapen komen thuis. Het zal worden 1 kudde en 1 herder. We zijn in hetzelfde kerkgebouw. Korte tijd later. Het is vanavond mannenclub. Hier zitten alle mannen die trouw komen. De een is afkomstig uit een fanatieke katholieke stam. De ander, mijn collega Fali, was van oorsprong moslim. Na zijn bekering is hij vervolgd, bedreigd en uiteindelijk weggejaagd uit zijn geboortestreek. De derde was tot 2 jaar geleden Bektashi, die godsdienst van de hoogten en het offeren. De vierde, de jongste, was ook moslim. En is nu student aan onze Bijbelschool. Deze keer was het Fali's beurt om de avond te leiden. Het ging over een deel van Psalm 119. Allerlei thema's kwamen langs. Onze zonde. Onze onmacht om nog iets voor de Heere voor te brengen. De noodzakelijkheid van Gods genade in Christus. Diverse gelovigen uit het Oude Testament als voorbeeld, als type van Christus. En vooral hij zelf, als hoofd van zijn lichaam, als hoofd van zijn kerk. Ja, het is anders dan het lijkt. Iets van Gods grote daden mocht hier oplichten. Ook in dit kleine gezelschap. Wat een wonder dat dit soort gesprekken plaatsvinden. Wat mooi met deze mannen te mogen optrekken, er voor hen te mogen zijn. Wat een wonder om iedere zondag weer in het midden van hen en de anderen Gods genade voor hopeloze zondaren te mogen brengen. Het was kort voor ons verlof. Samen met mijn vrouw keek ik naar de zonsondergang op het strand van Durres. Er lag een klein vissersbootje. Mijmerend stonden we erbij. Ja, daar gaan ze, iedere dag maar weer, die vissers. Op hoop van vangst, op hoop van zegen. Een treffend beeld van het zendingswerk. Gehoorzaam het net uitwerpen.
op hoop van vangst, op hoop van zegen, met hoop op zegen. Want de koning staat daar zelf voor in. Hij zal vrucht geven. Zijn woord zal niet ledig tot hem wederkeren. Het zal doen wat hem behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Hoe klein het werk misschien ook mag lijken. En daarom gaat zendingswerk door. Wereldwijd. In Albanië. Ook nu. Werk heden in mijn wijngaard. Laten we daarvan gaan zingen, van dat werk. Uit Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 3.